Nou, ik ben George Dobal. Ik ben acteur, schrijver, theatermaker en ik ben artistiek leider van George & Eran Producties. Zo. Hier. Dus ja, niet zo, maar zo. Wat mij heel erg helpt in mijn werk is dat ik nooit denk vanuit de verhalen die ik maak of schrijf of regisseer of speel. Ik ben altijd aan het denken, wat zijn de verhalen die ik graag wil zien als bezoeker, als publiek. Dus ik maak eigenlijk de films of de theaterstukken of de rollen die ik speel, die speel ik in de eerste instantie voor mezelf. Dat ik denk van, oh ja, als dit op het toneel komt of als dit geschreven wordt, dan zou ik heel erg leuk vinden om het te zien. Dat is, dus ik ben mijn eerste publiek. Als ik zelf het niet leuk vind, dan betekent dat ik het niet goed doe. Dus als je het zelf niet je eigen films leuk vindt, dan kan je ook niet verwachten dat andere mensen het leuk vinden. Dat is ook mijn grootste tip. Voornamelijk voor mensen die uit het buitenland komen, kan het heel erg indrukwekkend en bedreigend overkomen. Wat mensen niet zien, is dat ook de theatersector vernieuwing nodig heeft. En de vernieuwing kan alleen maar plaatsvinden op het moment dat er nieuwe mensen komen die nieuwe verhalen vertellen en die nieuwe manieren van verhalen vertellen introduceren. Want als we dat niet blijven doen, dan gaat het ook dood. Dus je kan ook zeggen van, oh ja, zitten mensen op mij te wachten? Ja, er zitten mensen op jou te wachten en mensen hebben je nodig. Want anders gaat de hele sector niet meer ontwikkelen en dan blijven we alleen maar dezelfde verhalen vertellen opnieuw en opnieuw. En nog weer Romeo en Julia, nog weer een Macbeth of een Hamlet. Denk je, dat hebben we allemaal gezien. En mensen van het buitenland helpen ook de Nederlandse culturele sector om zijn visie te verbreden. Wij zijn wel heel erg narrow-minded hier in Nederland.